Den Bosch had nog niet verloren in de eerste drie competitiewedstrijden en begint ook flitsend aan de wedstrijd tegen MVV met het schot hier van Barakat nadat eerst de bal van de lijn werd gehaald. Maar MVV doet goed mee in de eerste helft en speelt ook in een hoog tempo. Het spel gaat op en neer, Bruls met het schot. De redding van de doelman, Thibaut er nog, maar die kan geen kracht achter die bal zetten. En daar komt Den Bosch dus goed weg. Leuk begin van de wedstrijd. Het gaat dus op en neer met hier weer een kans voor Den Bosch. Als Haastrop zijn man laat lopen en die man is Abora. En die mist hier toch een hele goede kans voor Den Bosch. Die is altijd gezellig en sfeervol in Den Bosch. De toeschouwers zien een leuke wedstrijd met opnieuw een kans voor Barakat. De nieuwe spits van Den Bosch. Gekomen van Cambuur schiet de bal hier voorlangs. MVV dus af en toe in de verdrukking, maar ook in de aanval. Briesink met de bal naar Bruls. Dan via Gomez naar Dilallo. Dilallo met het schot, maar dat schot dat mist ook de richting. 0-0 bij rust. Theo Bos, de trainer van Den Bosch, ziet het ook. En in de tweede helft Den Bosch dat weer goed start. Met hier de kans en het geluk voor MVV als Abora de bal op de paal schiet. En MVV daarna kan gaan counteren. Abora denkt, ja, waarom gaat hij er niet in? Waarom heb ik geen geluk? Den Bosch hier dat moet uitverdedigen. En dan komt het schot van Boksel. Maar dat wordt door Mapenya, de doelman van Den Bosch, makkelijk gepakt. MVV gaat dan door. Druk door, want er zit misschien meer in. Tommy Dame met een wonderschoon doelpunt dan een half uur voor tijd. En dan staat MVV in Den Bosch op voorsprong. Mooi en stijlvol hoe hij de bal uit de lucht prikt. Nog één keer kijken. Het is natuurlijk een fout, een blunder ook van de doelman. Die de bal laat glippen, maar het feest bij de Maastrichtse aanhang is er niet minder om. Dan Dilallo met de voorzet. Dan weer Dame. Dan komt die bal uiteindelijk via de kluts bij Thibaut terecht. En die zegt dankjewel. En dan is het 2-0 voor MVV. Curieus doelpunt. 10 minuten na de openingstreffer. Kijk maar, die bal karamboleert via de paal en de doelman bij Thibaut. En dan is het 2-0. Maar dan moet MVV nog oppassen. Want Boffin denkt, Den Bosch gaat met een slotoffensief beginnen. Hij zet zijn verdediging, maar gaat zelf de fout in. Want moet daar natuurlijk niet uit zijn doel komen. En dan is het doelpunt van Abora, de Ghanees, die al wat kansen had, maar nu uiteindelijk scoort. Hier nog een keer het doelpunt. Het foutje toch van de doelman van MVV. En die zorgt er dan voor dat we nog een spannend slot krijgen. Opnieuw Abora en die bal raakt volgens mij nog de paal, maar gaat aan de goede kant voor MVV voorbij. En in de slotfase kan de Maastrichtse ploeg dan misschien nog uitlopen. Ja, want hier krijgt het hulp van de doelman en zegt Silla van bedankt, ik schiet hem erin. En dan is het 3-1 voor MVV en zijn de punten binnen voor de ploeg van de trainer Kappa. Hier de doelman Mapenya die gruwelijk de fout ingaat. En Silla die zegt dankjewel. 3-1 voor MVV.